Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft in de tweede week van juni voor het eerst een kruisband- en gamma-nagel-operatie uitgevoerd bij een patiënt. De gamma-nagels zijn metalen schroefpennen die operatief worden geplaatst in het geval van heupfracturen. Patiënten met heupfracturen kunnen over het algemeen voor langere tijd niet meer lopen. Met behulp van een gamma-nagel kan zo een patiënt wederom lopen. De eerste operatie is succesvol verlopen. De patiënt die zich liet opereren heeft tijdens het voetballen een scheur in zijn kruisband gehad. Deze scheur was van die aard dat de behandelingen bij de fysiotherapeut niet succesvol waren. Orthopedisch chirurg Kenneth Marhe zegt dat de patiënt in de ziektewet was opgenomen omdat hij afhankelijk was van krukken. Hij wilde terug naar zijn normaal leven en besloot de spits af te bijten door zich op te geven voor de operatie. Na een maandenlange voorbereiding en succesvolle operatie kan de patiënt zijn leven nu weer oppakken. Met deze stap heeft het ziekenhuis haar dienstverlening verder uitgebreid, onderstreept Marie in een persbericht.